heeft de rechtsbeleving een samenhang met culturele etnische achtergrond van de bevolking? Ja, ik denk het wel. Zeker wel. Omdat ik, als ik dat moet, de samenleving moet bekijken, dan doen wij heel veel vanuit onze culturele achtergrond. We leren ook van elkaar. Dan piep ik even hoor, de vraag exact. Samenhang. Ja, ja, zeker. Vroeger hadden we bijvoorbeeld bij de Hindustanen het panchayat-systeem. Hè, waar dan de dorpsoudste, die gaat dan rechts spreken. En bij de Marons hebben we dat nog steeds, de kroetu. Ik ben geneigd om te zeggen dat tolerantie, vrijheid en de gulden regel, doe mij niet aan wat je niet zelf wilt, ja. Dat die regels in elke ook in elke etnische groep bestaan. Ja. Dus en dat is wat ik noem rechtsbeleving in een groepsverband, wat iets anders is dan de private. Dat is universeel. Ja, dat is waar. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.